Breda nu. Je weet het meteen. Afgelopen jaar hebben 5 bands deelgenomen aan het Breda's Most Wanted traject. Verschillende Breda'se muziekorganisaties slaan de handen in één ter ondersteuning van de Breda'se popmuziektalenten. Afgelopen donderdag was de afsluitende showcase, waarin de bands laten zien waar ze nu staan na een jaar van cursussen en workshops. En welke organisaties doen er allemaal aan mee? Sounddog, De Nieuwe Vesten, Popcorner, MES en POB. En de loods als laatste? Nee, dat is De Nieuwe Vesten, dat is een onderdeel. Tuurlijk. Sorry, ik vind het helemaal lang. Ja. Nou, door het jaar heen zijn er verschillende evenementen eigenlijk georganiseerd, gekoppeld aan dit project. En deze is er één van. Nou, wat voor evenementen moeten we nog meer denken? Nou, het zijn niet direct evenementen. Het is eigenlijk vooral gericht op, elke band heeft in feite te kennen gegeven van dit willen we leren. Ja. Het is een soort apart traject met coaches die hun opzoeken in oefenruimtes en daar op een gegeven moment adviezen geven. Sommigen in marketing, sommigen in muziek schrijven. Sommigen om überhaupt al te bedenken van wat willen we eigenlijk doen, precies. En we hebben een aantal showcases gedaan als live optredens om daar ervaring mee te krijgen. Maar het belangrijkste is eigenlijk toch in die oefenruimtes en onderling tussen de coaches en de bands. Ja, precies. Ik heb begrepen dat voornamelijk een soort afsluiting is van het eerste jaar, klopt dat? Ja, dit is om aan het publiek te laten zien van oké, dit is eruit gekomen na een jaar. Het is echt fantastisch, want sommige bands die zijn werkelijk, toen ze begonnen was het bijna van nou geen idee wat we eigenlijk precies willen. En nu zie je echt een band daar fantastisch gaan spelen. Het is ook tegelijkertijd de start voor de nieuwe editie, dus mensen kunnen zich inschrijven vanavond. En dat is een inschrijvingstermijn, mensen kunnen naar de website van Breda Most Wanted om daar in te schrijven. En binnenkort maken we dan een nieuwe selectie bekend en dan gaat het gewoon van voor naar weer door. Dus het is nu al zo succesvol dat het al doorgaat? Ja, we zijn onder andere gesteund. Natuurlijk, het is ook binnen MES een belangrijk onderdeel om talentenontwikkeling te ondersteunen. En daar hebben we natuurlijk ook een bedrag voor. En tegelijkertijd hebben we ook een aantal fondsen aangeschreven. Dus we kunnen nog zeker een editie doen. Okay. Is het eerste jaar geslaagd? Ja, we horen pas één band op dit moment, het first. Maar ik heb de andere bands wel gevolgd en ik zie echt hele grote stappen. En ook het enthousiasme van iedereen is echt fantastisch. Nou, we zijn heel benieuwd dan naar de volgende lichting. Ja, ik ben echt benieuwd. Het leukste is de inschrijving waar mensen beginnen en waar ze na een jaar eindigen. Dat is echt een gek moment. Nou, dan zou ik zeggen tot volgend jaar. Ja, er is absoluut talent in de stad. Dat is fantastisch. Dank u wel. Ja.